Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb al gedoucht. We wouden vandaag ook naar de optocht gaan, maar lichamelijk gezien ga ik dat niet redden. Het is op dit moment voor mij echt kiezen wat ik ga doen. Het was gisteravond echt superleuk, maar ik weet dat ik vandaag ga boeten. En daar ben ik al mee bezig, met boeten. Ik heb geen kater, ik heb genoeg gezopen. Ben ik even heel eerlijk in, ik heb genoeg gezopen. Maar, ik heb nooit hoofdpijn of wat dan ook. Wat ik wel heb is fibromyalgie. En ik ben nou gewoon de lul. Ja, dat. Dus, het wordt gewoon even vandaag rustig aan doen. Morgen is nog steeds carnaval. Misschien dat we dan even met de kinderen gaan. Maar vandaag ben ik de lul. Zwaar de lul. Ik heb ook geluk dat Niels thuis is. Want Niels die heeft vanochtend de kinderen uit bed gehaald en alles. Ik kon nog niet eens uit bed komen om te gaan plassen. Want ik kon mijn eigen amper bewegen van de pijn. Dus dat. Dan denk je bij je eigen, ja maar waarom doe je jezelf dit aan? Soms heb je het gewoon even nodig. Een vriendin is mee geweest. Maar soms heb je het gewoon even nodig. Om even weg te zijn van de situatie waar je in zit. En dan zeg ik niet dat mijn situatie slecht is. Of wat dan ook. Nee, wat ik bedoel te zeggen is. Ik zit 24/7 met kinderen. En zowel Niels als ik hebben gewoon heel eventjes af en toe tijd nodig om ons uitkuren, hoe je het ook wil noemen. Maar dat. Ik denk dat als je in zo'n situatie zit als dat ik zit, dan snap je wat ik bedoel. Maar goed. Ik heb in ieder geval gedoucht. Ik heb de kinderen fruit gegeven. Niels die is nu beneden bij de kinderen. Niels gaat dadelijk ook douchen. Niels heeft wel een kater. Die heeft hoofdpijn. Ik zag wel dat mijn oog wat dikker was. De reden daarvan is, gisterochtend lag ik met Liam in bed. Die was stiekem naar boven gekomen. En nog altijd even knuffelen. Maar toen moest hij uit bed en dat wou hij niet. En toen ging hij zo met zijn elleboog. Zeg maar hier in het wit kwam zeg maar kleding van hem zeg maar in mijn oog. Ik heb nu nog last van. En hij kwam met zijn elleboog precies zo. Buts. Hier zo. Dus ik heb hier gewoon een auwie. Iets wat hij de hele dag zegt. Opa Aoi. Maar ik heb Aoi. Het is ook een beetje dik. Maar hey, het is zoals het is. Het trekt wel weer bij. Ik heb wel eens vaker een hoek of een kopstoot gekregen van mijn kinderen. Dus het zal niet de laatste zijn. Maar goed. Als ik dit ga vergelijken met wat de rest voelt. Dan denk ik. Ja, dan denk ik dat mijn lichaam erger is dan dit. Maar goed, ik ga rustig gaan naar beneden lopen, want ook dat doe ik heel rustig momenteel, omdat ik gewoon amper kan lopen. Ik en Jordi blijven thuis en Niels is met Sam en Liam naar de optocht. Weet je wat het is? Ik kan nu wel weer naar de optocht gaan, maar dan ga ik mezelf alleen maar tegenwerken. Dus vandaag. Een hele goede morgen. Ik ben op dit moment in de Lidl. Want ik heb boodschappen nodig. Dus dat. Niels is bij de kinderen. En ja, ik praat niet zo hard. Want ik sta in de winkel. Maar goed. Ik ga even boodschappen doen. Ja, klopt. We gaan onderweg naar de stad met de kinderen. Hier hebben we Jordi. En hier hebben we de rest van de Bambix-bende. Ja. Ja, en daar hebben we Niels. Wij gaan naar de stad. Zo, dat was carnaval voor ons. We hebben het heel erg leuk gehad. Hier zie je een foto van ons als gelukkig gezinnetje. En nou ga
ga ik even mijn make-up eraf halen. Ik heb net gewoon mijn hoofd gestoten met de was en de wasmachine stoppen. Gewoon maar wat op mijn gezicht even gedaan. En krijg er nu ook niet alles af voor. Maar dan heb ik in ieder geval het ergste er even af. Want. Leon is nu helemaal aan het ontprikkelen. Die vindt het helemaal geweldig dat we dan met z'n allen zijn gegaan. En ja, dus voor hem is dat gewoon even heel erg druk. En dan moet hij even thuis ontprikkelen weer. Ja, zoek straks wel, maar oh, ik had hier al een elleboog gehad van Liam. En dan heb ik gewoon weer gestoten. Oh, het doet pijn. Maar goed. Ik ga zo even eten. Ja. En toen lagen de kinderen op bed. En zijn papa en mama op de bank. We hebben nog even... Hè? Jee. Ja, we hebben nog even stofzucht en gedweld. En nu zitten we serie te kijken. Dus dat is onze dinsdag. En morgen gaat Niels weer werken. Een hele goede morgen. Het is hier natuurlijk vakantie. Niels is op tijd gaan werken. En ik heb alle kindjes. Hier, hallo. Oh, hij geeft jou een deken, wat lief. Ik heb al gejank gehad, alles. Maar iedereen is uit bed. Iedereen heeft wat gehad. Hij is verdrietig omdat hij geen serpentine mag uitblazen. Oh, ben je zo verdrietig. Maar goed, hè? Motor. Dat is een motor. Goed zo. Welk geluid maakt de motor? Een motor. Een motor. Goed zo. Motor. Motor. Auto. Hi Sam. En hier dan? Het is een korbijn. Ja. Wat voor geluid maakt een korbijn? Doe eens zoeken. Wat is deze? Haha. Een bakker. Ja, jij een auto bent. Auto. Korbijn. Je gaat toch mijn Emil heel trots maken als je weet wat dit is. Ja. Oké, deze. Goeie. Volgende. Waar is dat? Ja, dat is een kindje. Dit is een bus. Appa. Ja, maar dit is een bus. Bus. Bus, goed zo. En wat is dit? Dit is een? Vliegtuig. Goed zo, een vliegtuig. Vliegtuig. Een vliegtuig. Ja. Goed zo. Cool. Ben je klaar? Nee. Oh.
Een trein. Oh ja. Een trein. Ja. Trein. Ja. Zo doen we oefenen. Dat maakt niet uit, schatje. Sam mag daar ook zitten. Sam zit op deel te drukken. Sam! Nee! Nee! Nou, dat is dus hoe wij vaak zitten. Ik wil even laten zien dat hij precies snapt wat dat is. Dat is die, hè? Deze. Dus die, hè? Dus die, hè? Ja, dat is die. Heel goed van jou. Hij snapt het wel. Niels is inmiddels weer thuis, maar hij is aan het klussen in huis. De kinderen hebben gegeten, gedronken, de schone luier, alles. En alles is hier aan bende. Maar, ik ga jullie even iets laten zien. Jordi die zit natuurlijk op een speciale basisschool. Waarbij heel veel dingen geoefend worden. Zo ook wordt er geoefend met uit een beker drinken. Ik weet niet, sommige mensen zullen het misschien wel kennen. Maar er wordt geoefend met de Heidi-beker. En deze heb ik besteld bij SensoCare. SensoCare is een site waar spullen worden verkocht voor bijvoorbeeld hulpbehoevende mensen. Kunnen dementerende ouderen zijn, maar het kunnen ook gewoon kinderen zoals Jordi zijn. Daar staat heel veel op wat dat betreft. Qua hulpmiddelen en oefendingetjes en dat soort dingen. Neem er een kijkje. SensoCare.nl. Als ik het niet vergeet, probeer ik even een linkje onderaan in de beschrijving te zetten. Note to future self. Maar goed, ik heb dus de Heidi beker besteld. En de Heidi beker aan zich is gewoon een beker. Daar zitten deze twee dingen bij. Daar heb ik deze apart bij besteld. En ja, het zijn prijzige bekers. Maar als iets werkt, dan werkt het. Dus vandaar. Maar ze zijn dus met de Heidi beker aan het oefenen. Nou is het zo dat hij ook vaak zat gewoon vasthoudt. Deze gaat daarin. Dan moet ik even iets over de dop vertellen. Hier zit een klein uitsparingje in. Waar dat wat drinken uitkomt. En hier zit een luchtdingetje in. Dus de bedoeling is dat hij vanuit hier drinkt. Deze beker maak je zo in elkaar. Dan kan hij hem vasthouden. Zelf heb je overigens ook meer grip. Dus dat is alleen maar fijn. En dan kun je hem zo elke keer slokjes geven. En dit is eigenlijk wat hij dus op school gebruikt. Nou heb ik op school gelukkig mogen oefenen met deze beker. Om te kijken of dat dit zeg maar voor ons thuis ook iets kon zijn. Ik heb het idee van wel. Jordi krijgt 's morgens, 's middags en 's avonds altijd een melkfles. Maar op school drinkt hij gewoon zijn melk tussen de middag uit de beker. Bij ons krijgt hij ook Ranja uit de fles. Die krijgt hij ook uit deze beker. Dus vandaar dat we met deze beker thuis ook aan de slag gaan. De ochtend- en de avondfles, dat gaat nog eventjes een dingetje worden. Want daar zit ook medicatie in. Die fles heeft hij gewoon echt nodig. Als de middagfles bijvoorbeeld door Ranja wordt vervangen, is dat niet zo'n probleem. Maar we gaan hier wel de komende paar dagen eventjes mee oefenen. Vandaag doe ik het nog niet, want gisteren is hij natuurlijk weg geweest. Dus heel veel prikkels gehad. Dus ik kan niet zomaar even iets introduceren nu. Hij is echt overprikkeld wat dat betreft geweest. Hij vond het wel hartstikke leuk hoor, daar niet van. Maar hij is gewoon overprikkeld geweest. En niet alleen hij, ook Liam. Sam valt allemaal wel mee, maar die twee die hebben daar het meeste altijd last van. Dus morgen gaan we gewoon na het fruit starten met deze beker. Dus de ochtend- en de avondfles gaan nu nog niet hierin gegeven worden. Maar ja, we gaan het morgen wel eens overdag proberen. Heel handig aan deze beker is ook dat hier staat hoeveel milliliter erin zit.
Jordi zit wel aan een bepaald aantal milliliters verbonden. Wat hij op een dag binnen moet krijgen in verband met medicatie. Voor zijn darmen, et cetera. En dat is voor mij dus makkelijk dat ik nog een beetje kan zien wat hij allemaal binnen gaat krijgen. Op dit moment zit hij heel goed in het vocht. Dus, en is het ook niet warm. Want als het in de zomer was geweest, had ik deze beker niet zomaar kunnen introduceren thuis. Maar het is nog niet warm, zeg maar, in de zin van. Dus we gaan morgen gewoon oefenen. We gaan morgen echt oefenen. Een hele goede morgen. De reden dat ik altijd een hele goede morgen zeg, dan weet ik van, oh, het is een nieuwe dag. Dus dan kan ik dan met editen, kan ik dat heel makkelijk, kan ik dat zo doen. Ik ben de jongens fruit aan het geven. Ik zei ja, Liam en Sam eten natuurlijk zelf. Jordi ben ik fruit aan het geven. Jordi heeft mango, gele kiwi en aardbeidjes. Liam heeft mango, aardbei, druifjes, banaan en appel. En Sam heeft eigenlijk hetzelfde, maar dan ook nog wat mandarijn erbij. Dus dan krijgt hij bijvoorbeeld een stukje appel minder en dan krijgt hij mandarijn. Nou, in ieder geval, hè. Leuke informatie. Niels is werken. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Gisteravond heb ik nog een rode kool gemaakt. Niels is gisteravond even weggegaan naar hier in de straat. En toen hij terugkwam was ik boven met Jordi. Toen kwam hij vragen aan mij van, moet ik het overnemen? Ik zeg, nou nee, hij slaapt al bijna, dus komt goed. Toen ben ik uiteindelijk door Niels naar bed gestuurd. En Niels die was toen beneden hier de vaatwasser uit en in aan het ruimen. Toen werd Liam wakker. Toen ben ik bij Liam gaan liggen. Toen ben ik in slaap gevallen bij Liam. En toen werd Niels op een gegeven moment, die kwam de kamer op en die zei van, kom we door ruilen. En over het algemeen slapen de kinderen beter bij Niels. En waarom is dat? Omdat Niels een stuk rustiger is als ik, ook met slapen. Ik slaap heel rustig, maar ik ben toch heel erg onrustig dan, zeg maar, als ik bij de kinderen slaap. Ja, het staat aan. Komt aan. Kom maar rustig. En, dus zodoende dat zo werkt bij ons. Niels heeft gewoon meer geduld, wat dat betreft, meer rust. En dat is helemaal prima, dat is niet erg. Hier zijn we ondertussen nog van alles aan het doen. Hier zijn we woordjes aan het leren, hè. 1, 2, boom. Ondertussen stuntman aan het spelen. Suicide Sam. Sam, Boomba. 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 Nee, we hebben hier eerst Suicide Sam. Twee. Ah. Oh, nee. Eén. Twee. Hij zelf al. Kan je niet eens duwen? Oh ja, ik merk het. Nou, dit is dus wat er hier de hele tijd al speelt. Liam, daar liggen langsdoekjes. Goed zo. Goed gedaan. Waar heb je die voor nodig? Misschien moet mama helpen of kun je het zelf? Waarvoor wil je dat? Er staat geknoeid. Oh ja, ik zie het. Hij zit je schoon te maken. Nou, handig zo'n kind. Hier ook nog. Hier. Hier. Helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Oh, wat doe je daar goed. Oh, wat mooi. Wat schoon. Goed zo. Goed gedaan. Kom maar, mama geven. Mama geven. Dank. Dan gaat hij het met een handdoek ook nog droog staan maken. Eén. Twee. Daar ging hij. Heel goed van jou. Dankjewel. Doe mama geven. Nee, hoeft niet terug. Want het is op de vloer geweest nou. En daar wel een zeikert in hoor. Jordi heeft zijn drink alweer op. Wat goed Jordi. Ik heb met de beker geoefend. Hij wil hem nog niet. Dus ik zal hem vandaag
En morgen gewoon wat vaker aan zijn neus moeten douwen. Maar dat komt wel goed. Het is gewoon goed oefenen. Veel oefenen, veel laten zien. Het is namelijk zo. Jordi is geestelijk. Op sommige dingen is hij 9 maanden. Op sommige dingen is hij 1,5. Dat is echt... Maar in ieder geval is tussen de 9 maanden en de 1,5 geestelijk. Waarschijnlijk is de verwachting... Wat? Oh ja? Waarschijnlijk is de verwachting dat hij voor altijd rond die koers in zijn hoofd zal blijven. Dat betekent dat alles wat Jordi nu leert, is ervaring. Herhaling, heel veel laten zien... vaak laten zien dat het terugkomt. En dan is het voor hem wel een dingetje van... Oh ja, gisteren heb ik die beker gezien. Nou, vandaag zie ik hem weer. Morgen zie ik hem weer. Nou, en ze gaan zomaar door. Dus dan wordt het op een gegeven moment een routine dingetje. En dat is wat hij eigenlijk in principe zichzelf dan aanwendt. Dus geestelijk zal hij rond die koers qua leeftijd blijven. Maar... ervaring doet het hem dat hij dingen gaat doen. Dus eventjes een feitje. Voor kinderen die een beperking hebben en die geestelijk een bepaalde leeftijd hebben. Ja, ze kunnen wel degelijk nog dingen leren. Wel degelijk. Alleen is dat niet van dat ze ook geestelijk ouder worden. Maar is dat door ervaring van het leven. Dus dat is de reden waarom sommige kinderen bijvoorbeeld... Waarvan gezegd is, ze kunnen niet praten. Of ze kunnen nooit praten. Misschien toch wel ooit eens een keer een paar woordjes zeggen. Dus vandaag. Zeg nooit, nooit dat een kind iets niet kan. Want alles wordt geleerd met ervaring. Het maakt ook helemaal niet uit wat voor kleding ik aan heb. Ik heb nu een wat strakkere trui aan. Waarbij het dus niet mogelijk is om erin te zitten. Maar ja, ik zit even 5 minuten. Nou, je hoort het al. Jullie mogen raden wie dit is. Laat weten in de beschrijving. Wat heb jij gedaan vanavond? Een beetje geklust. Met hout. Ja. Daar gaan ze nog het eindresultaat van zien. Hè? Misschien van het weekend, misschien later. Ja. Dus dat. Ik heb wafels gebakken, want ik had wel ontspanning. En voor mij is ontspanning eten maken. Ook nog bende maken in de keuken. Is het wel opgeruimd? Ik weet het niet hoor, maar ik heb het gewoon opgeruimd hoor. Jou de vaatwasser uit laten ruimen, maar weer... Nou, dat. Ik haat vaatwassers. Als jij mij al langer volgt, dan weet je dat ik de vaatwasser helemaal niet erg vind, maar wel om uit te ruimen. Dat dus. Maar ik heb dus appelwafels en gewone wafels gemaakt. Ik kan Lia morgen weer lekker snijden. Maar ja, we gaan zo naar bed. Ja, tot. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.